En in verband met de Internationale Dag van Vrede, 21 september, heeft Telesuur in samenwerking met het Korps Suriname Verkeersvrijwilligers, KSV, het ministerie van Justitie en Politie en de stichting buurtorganisatie Latour, Stibula, meer aandacht gevraagd voor de verkeersveiligheid. Rufino Ravenberg van Telesuur zegt dat als gekeken wordt naar al de verkeersongevallen, er meer aandacht besteed moet worden aan de verkeersveiligheid. Telesuur is een partner binnen het platform Verkeersveiligheid. Bij de afsluiting van de Verkeersveiligheid maand op 15 september viel er weer 1 dode in het verkeer. We hebben stickers laten maken om op de voertuigen te plakken, zodat de bewustwording binnen de samenleving meer opgang kan komen, zegt Ravenberg. Wilco Koster, coördinator van Stibula, stelt padvinders ter beschikking om die dag te helpen met het plakken van stickers op de auto's. Helmoet Geesius is de voorzitter van KSV, geeft aan dat de veiligheid tot doel heeft om het leven van mensen te waarborgen. Als we op de weg verschijnen, is het de bedoeling dat wanneer we van A naar B gaan, we dat op zodanige manier doen dat het leven van anderen niet in gevaar komt. Als we praten over vrede, praten we over een toestand waar mensen zich veilig en vrij voelen. Vrij van enige inbreuk op hun lichamelijke of geestelijke gezondheid, zei Geesius.